Maar met Brian Brobbey in de spits is het duidelijk dat PEC Zwolle geen makkelijke avond tegemoet gaat op de toekomst. Maar liefst 4 spelers bij Jong Ajax speelden ook tegen Cambuur. Daar waar het eerste van Ajax met 5-0 won. Rasmussen, hij is de aanvoerder. Maar ook Hato staat bijvoorbeeld in de basis. Regeer speelt. En Fitzjim ook in de basis bij Jong Ajax. Tegen PEC Zwolle dat 9 keer op rij heeft gewonnen. En de eerste kans krijgt. Als de bal wat blijft hangen. En lekker wordt uitgehaald. Maar wel naast door Thomas. Brobbey verliest het duel. Zou 1 helft spelen, Brobbey. Paas van Thomas komt dan niet aan. In de omschakeling ligt er wel wat ruimte voor Brian Brobbey. Goeie paas van Fitzjim. Heeft ook ploeggenoten mee. Zelf de verre hoek zoeken, maar schuift hem naast. Best bijzonder natuurlijk. 2 keer scoren in de Eredivisie en een dag later in de Keukenkampioendivisie uitkomen. Van der Belt geeft al de ruimte voor Taha. Die kan hem ook geven, probeert het zelf. Redding van Charlie Setford is goed. Keeper van Jong Ajax. Beste kans voor Younes Taha. Tegenvallen voor PEC Zwolle is dan het geblesseerd uitvallen van Ryan Thomas. Vervangen door Zitman. Daar is Taha weer. Nou, die moet maken. Die moet hij zeker maken. Open kans. 1-1 met Setford, maar hij schiet naast. Eerste helft waarin PEC Zwolle dus ook wel de nodige kansen krijgt. De meeste doelpogingen, veruit de meeste doelpogingen, zijn van de ploeg van Schreuder. Natuurlijk tegen de club waar zijn broer onlangs nog werd ontslagen. Voorzet wordt verlengd. Maar niet te gevaarlijk. Hij weer in de spits. Slotfase van de eerste helft. Wel veel druk van de koploper. Zoals gezegd komt er af en toe ook wat ruimte misschien voor Jong Ajax. Maar het is vooral Zwolle dat tot dreigingen, tot kansen komt. Van Hintem, slim balletje van de Belt. Half. Zat nog net iemand tussen. De man die zo makkelijk scoort dit seizoen, Thomas van den Belt. Er zitten de meeste kansen voor Zwolle dadelijk in die laatste 5 minuten voor rust. Nog maar eens inbrengen. Kan van den Belt iets? Nee, iemand anders. Nou, wat ongelukkig verdedigd. Mag het ook zomaar binnen kunnen vallen. Uiteraard kijkt de trainer van het eerste. Hoe spelers waar hij dus notabene gisteren nog van gebruik heeft gemaakt. Maar we dat ook nog in de toekomst. In het geval van Brobbey vrij zeker ook in de toekomst. Hoe zij het doen tegen de koploper van de Keukenkampioendivisie. Tweede helft begint met een serieuze kans. Als die de bal net niet binnen kan glijden, raakt de paal. Maar het is wel een van de weinige echt dreigende momenten na rust. Zwolle probeert veel, komt wel tot schoten. Maar brengt keeper Setford niet heel veel in de problemen. En Fitzjim is hier zelfs weg. Voor Jong Ajax tikt de bal te ver voor zich uit. Schendelaar pakt hem. Schendelaar die nog rood kreeg. Eerder dit seizoen bij PEC Zwolle, Jong Ajax in Zwolle. Dat zei hij toen in 1-1 eindigde. Dan is Zwolle daar weer. Natuurlijk meer op jacht. Nou, Velios intussen ingevallen. Wat wild inkomen, bovendien buitenspel. Maar Jong Ajax heeft 8 wedstrijden op rij niet weten te winnen. Maar goed, wel veel gelijke spelen erbij. Voorlopig is het ook hier dus nog een gelijkspel. Zwolle er maar weer eens. Het schot is wel hard van Dean Huiberts. Maar geen probleem voor Setford. Aardige opening op invallen Sontje Hansen. Die is er langs bij van Polen. Voorzet wordt aangeraakt en dat is een overtreding op Van Axel Dongen. En dat is een strafschop voor Jong Ajax. En geel voor Zitman. Die had al geel. En ook dus nog rood voor de invaller bij PEC Zwolle. Wat ongelukkig. Die bal verlengt en dan een opstootje eigenlijk. Want Van Axel Dongen wil de penalty nemen. Mag dat niet. Wordt weggestuurd door een andere Fitzjim. Meer ploeggenoten. Vos bemoeit zich er ook mee. Maar Van Axel Dongen mag hem niet nemen. Het wordt Rasmussen vanaf 11 meter. Maar Schendelaar pakt hem. En na zijn rode kaart thuis tegen Jong Ajax is hij nu dus de held. Ook al zo goed in de slotfase tegen Roda in de vorige wedstrijd. Toen pakte hij eigenlijk de overwinning. Nu pakt hij een punt voor PEC Zwolle voor de ploeg van Dick Schreuder.